Zwaar, ik heb ja, dat klopt, ja, dat klopt. Maar toch, op een of andere manier heeft Koen iets magisch, vind ik. Ja. Dus nu ook met zijn heel klein snorretje, bij wijze van spreken. Ja, is hem toch een soort gentleman, maar dan een soort Zorro-achtig figuur of nee, zo? Ik denk dat je het nog veel simpeler kunt formuleren. En ik zeg dat met alle respect, want ja? Ik heb al met heel veel geweldige acteurs gedraaid, maar Koen de Bouw is een movie star. Dat is echt een filmster. Dat is iemand die gemaakt is voor dat groot scherm. Die ondertussen ook zo, die ook heel interessant ouder is geworden. Hè. Die flirt nu ook met de kaap van de 50. Ja. En die heeft gewoon een filmster kop. Dat is altijd interessant. Ook al zegt hij niks, die is interessant. Ja, ja. En dat is iets wat heel wij, dat alleen de groten hebben. En daar hebben wij ons... Het is nu mijn vierde of vijfde film bij Koen. Ik ben die nog geen seconde beu geweest. Ik kan nog altijd... Ik word ook altijd redelijk kregelig. Want er is dan altijd wel iemand die de opmerking maakt. Hè, als je zegt, je bent aan het draaien. En met wie ben je aan het draaien? Mm-hmm. En dan, het is altijd dezelfde. Ten eerste is dat gepatenteerde onzin. En ten tweede... Koen de Bouw maakt één film per jaar. Oh, Brad Pitt maakt er twee, Johnny... Dus grote Amerikaanse acteurs maken ook minimaal één film per jaar. Die opmerking hoor ik daar nooit over maken. Koen is zeer zuinig op zichzelf. Koen zal niet in om het even welk project stappen, omdat Koen ook verstandig genoeg is om zijn moviestar-status te beschermen. Maar ja, maar Koen, kijk, het voordeel van dat soort acteurs is, je doet je eerste take en die is al goed. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dan kun je nog een tweede take of een derde take vragen. Om het snel te spelen of langer af te spelen. Of een andere intentie te geven aan de scène. Maar de eerste take is al bruikbaar eigenlijk. En dat is natuurlijk te gek eigenlijk. En daardoor kun je ook heel snel werken. Het gaat een dag ook voor iedereen. Goed vooruit en kun je gewoon toffe dingen doen. Ja. En daar komt dan ook bij dat Koen de Bouw een aangename mens is op een set te hebben. Die is geestig, ja. Die is goed voorbereid. Zoals Werner ook, Jan, ook heel oud geworden. Hè? Ja, goed, maar we casten geen klootzakken, hè, sowieso. Nee, dat doen we niet. Wij doen niet aan klootzakken. Ja. We hebben een bordje op onze set, geen klootzakken op deze set. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.